Hier ontvangen we het rioolwater uit de omgeving, het huishoudelijke afvalwater. En de eerste stap in de zuivering die we doen is de grove bestanddelen eruit halen. Uit de keuken, uit de wc's kunnen allerlei dingen nog komen die eigenlijk niet in het riool thuis horen. We bevinden ons nu in het hartverzuikmuseum van het zuiveringsproces. Rioolwater zit vol bacteriën in de vorm van micro-organismen. En die micro-organismen die gebruiken wij om afvalwater schoon te maken. Micro-organismen die leven van zuurstof en van voeding. In rioolwater zitten eiwitten, koolhydraten, allemaal organische stoffen. En dat vinden die micro-organismen lekker. En die groeien daarvan. En die groeien dusdanig groot dat ze slipvlokken worden. Ze nemen dus al het vuil op uit het rioolwater. De slipvlok is op de duur zo groot dat hij kan bezinken. Dit is actief slip, zoals u dat hier in die bak ziet. Dit zijn de groeiende micro-organismen die dus de voeding uit het afvalwater opeten. En je ziet hier al dat het slip bezinkt en dat er bovenaan een laagje schoon water ontstaat. Dit is alweer het laatste stap van het zuiveringsproces. We staan hier bij een nabezinktank. Het slip krijgt hier de kans om naar de bodem te zakken. En het schone water kan via deze goot weer terug naar het kanaal. Een van de taken van het waterschap is om de biologische waterkwaliteit te bepalen. Dit doen we aan de hand van onder andere de macrofauna, de visstand, de water- en de oeverplanten. Macrofauna, dat zijn alle ongewervelde waterdieren die je nog met het blote oog kan zien. Bijvoorbeeld muggenlarven, kokerjuffers, kevertjes, slakjes. Met behulp van dit macrofauna schepnet kan ik een monster nemen van de oever of van de waterbodem. We zien hier een bootsmannetje die we net hebben bemonsterd in de plas. Aan de hand van dit soort macrofauna kunnen we dus zien hoe het gaat met de waterkwaliteit. En als het een schonere kwaliteit water is, dan heb je meer variatie, dus niet van één soort heel veel. In deze proefsloot kweken we kroos op gezuiverd afvalwater. We doen dit omdat we aan het uitzoeken zijn hoe we op een duurzame manier water extra kunnen nazuiveren. Het nazuiveren dat doen we om het water nog extra schoon te krijgen. Door de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het water al schoongemaakt. Maar die kroosplantjes die halen nog wat extra voedingsstoffen eruit. Waardoor het water ook geschikt wordt om bijvoorbeeld in een natuurgebied toe te voegen. Want je ziet nu dus dat het lijkt alsof het heel weinig kroos is wat op het oppervlak ligt. Maar binnen een paar dagen zal het hier vol zijn. En dan kunnen we al die andere compartimenten ook vullen. Totdat de hele sloot gevuld is met kroos. We meten de hoeveelheid voedingsstoffen in het water voordat de plantjes erop groeien. En als de plantjes erop gegroeid zijn, dan hebben ze als het goed is de voedingsstoffen eruit gehaald. En dan meten we het water opnieuw. En als het goed is zijn dat dan minder voedingsstoffen. Waardoor het water dus betere kwaliteit heeft gekregen. Voor Nederland is waterveiligheid het allerbelangrijkste wat er is. Zonder dijken zou meer dan de helft van Nederland onder water staan. Dit is gewoon een normale dijk, alleen in tegenstelling tot alle andere dijken zitten hier sensoren in. Dat zijn als het ware kleine meetapparaatjes die meten of de dijk nog wel sterk genoeg is als er hele zware golven tegenaan komen. Dat noemen we als het ware slimme dijken. Dus als slecht weer is kun je toch niet op een dijk kijken, maar wij kunnen er als het ware in kijken. Er liggen sensoren in de voor- en de achterkant van de dijk en ook op de dijk. Hier zie je dus een oppervlaktesensor die meet eigenlijk op alle niveaus vanuit de zee tot hoog in de dijk wat er met de dijk gebeurt. Of die beweegt, of die niet te veel water opneemt. Bij een beetje storm staat hier toch gauw een meter of zes water waar we nu staan. En dan is het van belang dat je weet of die dijk het echt goed doet. Maar je kunt dan zelf met zo'n storm niet gaan kijken. Maar dan kun je wel thuis op je computer zien of die dijk het goed doet en of die moet worden versterkt. Of dat je betere dijken kunt ontwerpen of dat je misschien wel kleinere dijken kunt ontwerpen. Het water mag hoog komen, maar die dijk moet blijven liggen. Een klein beetje water over een dijk, daar schrik ik niet van.
Maar die dijk moet op zijn plek blijven. Het waterschap voert verschillende taken uit. Een van de taken is het handhaven van de juiste waterpeilen. In dit gebied is dat 93 centimeter beneden NAP. Als het boven de 93 onder NAP hier naartoe gaat, dan moet het water weg, anders krijgen we wateroverlast. Lopen de pijlen onderuit, zakken ze naar beneden, dan krijgen we last van droogte. Als er te veel water is, dan gebruiken we gemalen, zoals de waterwolf. Bij watertekort gebruiken we stuwen om het water vast te houden. Het gemaal moet water verpompen als zij op Lauwersoog niet via de natuurlijke weg kunnen lozen op de Waddenzee. Dat is vaak met hevige regenval en een noordwestenwind. Dan wordt het water niet laag genoeg met erp en dan begint de gemalen waterwolf te pompen. En dan kunnen wij hier 4500 kuub per minuut verpompen. En dat houdt in dat er ongeveer 30 tankauto's van die grote tankers op een rij per minuut door een zo'n pomp heen gaan. We willen geen natte voeten. En gelijktijdig willen we ook droogte zien te voorkomen in natuurgebieden, maar ook ten behoeve van de landbouw. Dus er moet voldoende water zijn, maar niet te veel.